Welkom allemaal bij een speciale aflevering van 90's Kids Nostalgie. Deze keer ga ik het niet hebben over series of muziek van vroeger, maar over een acteur die stemmen inspreekt voor series op tv. Dus zonder verder op onthoud, laten we kijken naar de stem van Trevor Rekers. We worden al gevolgd door een gek met een derde oog. Die gek met dat derde oog? Ik heb een naam voor hem verzonnen. Wat vind je van Bliksem Bliksem Boeman? Denk erover na. Goed, dit is mijn plan. Jenny, jij blijft hier en spaart je krachten. Sheldon, wij gaan met z'n tweeën op zoek naar hulp en voedsel. En Tuk, jij doet voor de verandering nou ook eens wat. Maak een SOS in het zand voor de vliegtuigen. Geen zorgen, Jen. Het komt allemaal heus wel weer goed, geloof me. Hoi allemaal, moet je zien. Loever en ik hebben deze rode drukknop gevonden en we hebben geen idee wat die doet. Dus de uitdaging van deze week is, wie kan er het langste van die knop afblijven? Ja, Loever is redelijk zeker van zijn zaak. Wie bent u? Dobby, meneer. Dobby, de huiself. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar dit is voor mij niet zo'n goed moment om een huiself op mijn kamer te verstoppen. Ja, meneer. Dobby begrijpt het. Je weet dat ik een half uur voor de show tourbusrusttijd wil hebben. Dus game uit, please. Dank je. Nou, ik probeerde ook te slapen, maar we weten allemaal wel hoe dat afliep. Hm? Maar ik weet dat je van geluid houdt, dus ik heb iets bedacht wat we allebei fijn vinden. Als je het mij vraagt, heeft Jake dat hele dubbelganger-ding veel te vroeg opgegeven. Het is toch cool om jezelf te dubbelgangen? Moet je je voorstellen wat je allemaal kunt met twee spinnen? Of waarom geen drie spinnen? Of vier? Vijf spinnen? Zes spinnen? 7, 8, 9, 10. Moet je je voorstellen wat een heel leger van je dikke spinnendubbels kan doen? Noemde hij me nou dik? Ik regel dit wel. Deze kant op, alsjeblieft. Ik was toch opdringerig, of niet? Een beetje. Het is alles goed met je, Stinky? Hallo dan, Kathy. Hoe is het? Haal je nog steeds tienen? Ja. Ik wil misschien op vakantie naar Italië. Venetië? Of is dat misschien te dicht bij het instituut? Instituut? Dat is een club. Een hoop lawaai, veel toeristen. Ik zou rennen. Nee, niet naar mij toe. Ren weg. Vlug!